Ja, het is heel erg leuk. Het was het eerste toernooi in vele jaren die ik gespeeld had met lange partijen, zeg maar. Ja, misschien het eerste in 10, 11 jaar. En ze zijn gewoon hartstikke vriendelijk hier. En ze waren zo blij dat ik speelde. Dat vond ik echt ongelooflijk. Ja, je kent me nog. Dus als het kan, dan je gaat graag terug naar de plekken waar je gewild bent, zeg maar. Als hij in vorm is, die is gewoon heel erg moeilijk te verslaan, zeg maar. En Erik is altijd gevaarlijk natuurlijk. Ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar de eerste ronde is altijd moeilijk voor hem hier. Maar het is gewoon altijd een gevaarlijke tegenstander. Ja, en Stuart Hasslinger is ook, die is Engels, dus die is best wel goed. Ik heb wel geslapen. Ik werd vannacht nog om 2:30 ging het mobieltje af. Gelukkig had ik hem op stil gezet. Maar ik zag dus vanochtend dat er 2 keer gebeld was. Maar daar moet je wel rekening mee houden als toernooi directeur. Dat je elk moment van de dag gebeld kan worden. Maar ja, het is helemaal goed gegaan. Het is al de stress de laatste week natuurlijk. Met aanmeldingen, afmeldingen. Mensen die bias willen veranderen. Maar het is allemaal prima gegaan. Dit is de 10e jaar, dus het 9e jaar in deze locatie. Dus deze locatie in Haarlem bestaat, op de Zeilweg bestaat 9 jaar. In het eerste jaar, toen was ik nog helemaal geen toernooidirecteur, is het ergens anders in Haarlem gehouden. Maar dit is dus voor de 10e keer, dat is heel bijzonder dat ze dat doen. Zeker in deze economische magere tijden, vind ik. Ja, ze doen het om een connectie te maken, schaken en jeugd. Opleiding, dat is natuurlijk heel goed voor ze als uitstraling. Ze hebben ook het NK Jeugd georganiseerd. Dat was hier afgelopen mei. En dan zit dus de hele zaal vol met jeugd uit Nederland. En nu is het dus gemengd. Hè? Jeugd in de C-groep vooral en zelfs ook wat hoger. Dus dat is belangrijk voor het Nova College. En ze blijven het nog de komende 2 jaar doen tot ons jubileum van de HWP Haarlem. Dat is 2013. En daarna zien we wel weer.